wat heb je allemaal geleerd vandaag? Gerard, wat heb je allemaal geleerd vandaag? We focussen ons nu met name op het SharePoint gedeelte van Office 365. Maar ja, je hebt natuurlijk nog een aantal producten die eronder vallen. Link, Exchange, Yammer. En ik denk dat we daar ook meer de focus op moeten leggen. Dus een meer geïntegreerde aanpak wat betreft Office 365. Ja. Applicatiegrenzen verdwijnen. En dat betekent ook voor ons als bedrijf dat we onze proposities daarop aan moeten laten sluiten. Dus dat we ons niet meer alleen kunnen richten op SharePoint, maar dat we breder moeten kijken naar alle applicaties om een propositie te kunnen bieden die ook die integratie van de verschillende componenten van Office 365 mogelijk maakt. De integratie tussen Visual Studio en TFS en SharePoint development wordt steeds beter. Er komen ook what you see is what you get editors en development tools zoals SharePoint Designer en NAPA. Maar ik heb wel gehoord van een van de Microsoft mensen dat NAPA, dat is nu een beta, waarschijnlijk het niet gaan halen.